ik wil natuurlijk iedereen een hele fijne kerst wensen, maar vooral veel gezondheid. Ik heb daar zelf mee gekampt. Dus ik hoop eigenlijk dat het voor heel veel mensen een heel mooi jaar mag worden met heel veel gezondheid. En ik wil vooral mijn moeder erg bedanken die me erg heeft bijgestaan. We zitten de eerste kerstdag met het hele gezin om tafel. Dan zijn we met tienen. En dat zijn natuurlijk altijd goudgerande uren, goudgerande dag. Ja. Nou, met ons gezin gaan wij gewoon de kerstdagen gezellig doorbrengen. En dat is veel eten? Of wat? Eten. We doen ook cadeautjes met de kerst. Dus. Veel lekker eten. Veel feesten, nog met vriendinnen gaan stappen en gewoon bij de mensen zijn bij wie je het liefste bent. Hoe belangrijk zijn voor u de kerstdagen? Fijn, de samenkomst met andere familieleden. En ja, de mis bijwonen in de kerk uiteraard. Heeft u mensen waar u speciaal een kerstgoed zou willen doen? Ja, dan begin ik weer aan mijn man, die is ontzettend invalide. En aan mijn twee kinderen. Mijn moeder, omdat ze er altijd voor me is en dat vind ik hartstikke fijn. Dus bij deze. Mijn man heeft dan Alzheimer en Parkinson en die kan niet meer lopen. Dus dat is heel erg. En mijn dochter die heeft een heel erg reuma. En mijn zoon heeft Guillain-Barré. Dat laatste ken ik niet. Wat is dat? Wilt u dat vertellen? Ja, dat wordt ook opgenomen zeker. Dat is een ziekte dat je binnen de paar minuten al je zenuwengestel is uitgevallen. Dus je kan niks meer. Dat is bij elkaar zo wel heel erg veel pech, denk ik. Ja, ik ben de enige die nog goed is. Ik wil graag de kerstgoed doen aan al mijn collega's en mijn familie natuurlijk. En mijn vrienden, kennissen en mijn vriend natuurlijk. U leeft echt toe naar de kerstdagen, kan ik dat zo stellen? Ja, dat wel. Ja, ja, ik vind het heel fijn dat het... dat we nog met z'n allen bij elkaar zijn. Ik wens je hele fijne kerstdagen. Ja, dank je wel.